Het aantal meldings van vogelgriep rint voor het eerst zoend de uitbraak weer waarom. Jood waren op na het tientallen derde vogels voen. Op verskate plakken in de provincie winnen jood mensen op ziek na derde en zieke vogels. Zo willen ze meer besmettings voorkomen. Er wordt zocht in de omjouwing van Ferwert, bij Boksum, tussen Workum en Driels, op Skilge en ik hier in het natuurgebied Noarderleech. Daar gingen van de moon vrijwilligers van het Fryske Gea het gebied in. Nou, ik vind het eigenlijk wel prima dat je, dat je wat doet voor het milieu en voor het Fryske Gea. Dus dat is ook de reden dat ik me heb opgegeven als vrijwilliger. En je komt in een gebied waar je normaal eigenlijk niet zo vaak komt. Het is wel triest werk. Ja, dat vind ik wel. Gisteren hebben we iets van 13 of 14 geruimd. En het ligt nog veel meer erachter. Alleen daar komen we niet bij, want dan moesten we door het slik. Dus dat was wel jammer. Maar ik vind het wel heel bijzonder om dit te doen. Hoewel het tal besmettings dus te bek rint, blijft het risico op nieuwe gevallen grut in dit gebied. Ja, het watergebied is een ontzettend vogelrijk gebied natuurlijk. Al die slikplaten die droeg vallen, er zitten hele prettige vogels op te fourageren. Maar langs de verse landskust ben ik hele kloffen, maar steltrainers, leerpen ben er nog vol op. En daarna is er ook een hele prettige wettervogels. Er zijn hoeken die blauwe splisten in dit tijd van het hier. Ja, dat zijn echt van die pleisterplakken voor goors en einden. En ja, dat zijn hele potentiële risicogebieden. We hebben graag zo vol mogelijk erom wandelen om die vogelgriep uit te sluiten te kunnen. Het wetenschap Friesland sammelt alle meldings in gearwerking met het crisisteam van de Veiligheidsregio Friesland en besluit op hokkerplakken naar de vogels zocht wordt. Het opruimen daarvan is tegenwichtig om verdere verspreiding van de vogelgriep voor te komen. Ja, dat is ontzettend wichtig. In eerste instantie is het boetnikse gebied helemaal afsluiten voor het publiek om rust onder de wettervogels te handhaven. Maar op een gegeven moment kwam vanuit het wetterschip die de actie coördineert het advies van roem je is beter als alleen nog maar rust letten. Dus we moeten toch derde vogels oproemen. De komende dagen zullen de ziekteams nog op een paard om derde en zieke vogels op te rijden.